Wouter Gudde, waarom de open dag van Excelsior als het seizoen al is begonnen? Er waren twee redenen voor. Allereerst willen wij graag onze belangrijkste doelgroep hier op de open dag krijgen, dat is de jeugd. Nou ja, als je dat midden in de vakantie organiseert, komen daar gewoon minder mensen op af. Daar hebben we bewust gekozen voor een dag na de vakantie en een woensdagmiddag. En reden twee was dat wij hadden gehoopt en dat we op 31 augustus al een complete selectie konden presenteren. Waardoor iedereen in één keer echt de voltallige selectie ziet. Waarvan je vaak toch ziet als je dat op 25 of 26 juli doet, dat er nog een hoop mutaties zijn. En die zullen er nu op deze datum minder zijn. Nou, minder of niet? Want dat weet je ook al een beetje natuurlijk. Jij doet alles hier binnen deze club. Nou, dat is overdreven. Maar ja, natuurlijk zijn we nog wel aan het kijken of we ons her en daar kunnen versterken. Alleen, dat is moeilijker dan gedacht. Het voordeel ook van open dag met heel veel kinderen is dat we lekker afgeluisterd worden. Ja, nee, dat klopt. Ja. Maar volgens mij hebben alle kinderen hier geweldig naar hun zin. Dus alleen maar leuk. Ja. Ik denk dat we het wel hebben, Wouter. Heb jij nog iets te melden? Helemaal niks. Leuk dat jullie zijn gekomen. Ik ben de grootste fan. Hallo mama. Doei mama. Ik hou van Excelsior. Doei mama.